Ik ga voorlezen wat ook in onze liturgie afgedrukt staat. Uit Leviticus 23, uit de herziende Statenvertaling, lezen we vers 9 tot en met 16. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden, met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Tot zover lezen we uit het woord van God. Feesten is misschien een wat groot woord. Laten we spreken van de hoogtijden van Israël. Die op een merkwaardige manier geconcentreerd lijken. Want 3 daarvan vinden we allemaal in die eerste week. Die begint met de sederavond, Pesach. En dan een week lang is het Matzot, het feest van de ongezuurde broden. Later in de praktijk werd dat gewoon de week van Pasen genoemd, de Paasweek. En in die Paasweek wordt dan ook de eerste schoof, staat hier in deze vertaling. Ik ben nog gewend aan het woord garven, maar dat betekent hetzelfde. De garven van de gerstenoogst aan de Heere gebracht. En dan wordt vanaf dat moment, waar we direct nader op ingaan, 7 weken geteld. En dan op de 50ste dag is het weer feest. Het is weer een oogstfeest. En dat noemen wij Shavuot. Dat grondwoord daarin betekent 7. Het is het feest van de 7's, maar dat woord betekent ook week, want het bestaat uit 7 dagen. Dus het feest betekent wekenfeest. En dat zijn die 50 dagen tot op dat nieuwe feest. Dat ook weer een oogstfeest is en dit keer van de tarweoogst. Want die is later rijp dan de gerst. In het Grieks heet dat Pentecoste, dat is het Griekse woord voor 50ste, want het wordt gevierd op de 50ste dag. En dat woord kent u uit het Engels als Pentecost, maar het is in het Nederlands verbasterd tot Pinksteren. Zo, dan hebben we in elk geval alle woorden op een rijtje. En dan moet je een hele tijd wachten en dan krijg je in het najaar ook weer 3 feesten op een kluitje in de 7e maand van het godsdienstige jaar, en dat zijn dan de herfstfeesten of de najaarsfeesten. We zitten nu in het najaar en we behandelen de lentefeesten, en tegen de tijd dat het lente wordt, dan behandelen we de najaarsfeesten. Daar trekken we ons even niets van aan. Dit is inderdaad een oogstfeest. Pasen kun je overal vieren, maar het oogstfeest niet. Als Israël verdreven is uit zijn land, als het in de ballingschap is, in Babel, maar later natuurlijk ook de grote ballingschap van na het jaar 70, ja, dan valt er geen eerstelingsgarven van de gerstenoogst meer binnen te brengen. Shavuot, het Pinksterfeest, heeft men wel in ere gehouden en wel door er een nieuwe betekenis aan te geven, maar daar hopen we het de volgende keer over te hebben.
Er staat ook vanavond Rut 1 aangekondigd. Maar voordat we er straks weer een boel vragen over krijgen, we doen het net als met het Hooglied. Ik zal dat de volgende keer meenemen, want Rut hoort sowieso meer bij Pinksteren dan bij het feest van de eersteling Scharven. Dus als u nou speciaal voor haar gekomen bent, dan moet u nog even uw geduld bewaren tot na de christelijke feestdagen die daar zijn, Sinterklaas en Kerstfeest en Nieuwjaar. Dan krijgt u ze te horen. Maar nu even nog niet. De dag heet Yom HaBikurim in het Jodendom. Yom betekent dag, dat kent u wel. Yom Tov is een bekend woord voor, dat betekent goede dag. Maar het is een bekend woord voor een Joodse feestdag. We komen dat wel vaker tegen, ook in deze serie, hoef ik nog niet op vooruit te grijpen. En Bikur betekent eerstelingsvrucht. En Bikurim is het meervoud. Het is de dag van de eerstelingen. Een paar keer, dat vind je onder andere bij de plagen van Egypte, daar lees je ook dat de gerstenoogst een hele tijd vooruit gaat op de tarweoogst. En je ziet het ook in het boek Rut, als ik er toch even iets van mag zeggen, want als Naomi met Rut terugkeert, dan lees je aan het einde van Rut 1 dat het was rond de tijd van de gerstenoogst. En dat betekent dus dat je 7 weken kunt zeggen dat Rut en Boas daar samen, elke dag samen geluncht hebben op de akker. En het hoge woord kwam er maar niet bij uit. Hè. Zo'n ongetrouwde man die al wat ouder is, die heeft een bepaald duwtje nodig, soms in de goede richting. Maar hoe dat gegaan is, dat zal ik u de volgende keer vertellen. En als u niet kunt wachten, dan kunt u het gewoon het boek lezen thuis natuurlijk. Dan weet u ook hoe het afgelopen is. Maar dan zie je hetzelfde. Ze kwamen terug bij het begin van de gerstenoogst. Dan duurt dat 7 weken. En dan krijg je het begin van de tarweoogst. Dat ook weer begint met eerstelingen. Maar dat is een heel ander soort feest. Daar gaan we het de volgende keer verder over hebben. Die eerstelingsgarve die aan de Heere wordt aangeboden, die herinnert het volk eraan dat alles van de Heere is. Zelfs het land. Jullie zijn vreemdelingen bij mij, zegt de Heere God in Leviticus 25. Dat wil zeggen, zelfs dit land is van mij, alles is van mij. Als er dus een oogst is, dan is dat allemaal, je hebt dan hard gewerkt, dat weet ik wel, maar toch, het is een genadegeschenk van mij. En dat betekent ook dat het allereerste van dat land, dat eis ik op. Jullie mogen er niets van eten, hebben we gelezen, voordat je die eerstelingsgarve hebt aangeboden. En die werd dan ook met heel veel tamtam, met muziek en zang en dans naar Jeruzalem gebracht, toen eenmaal Jeruzalem als hoofdstad was bevestigd. En naar de tempel, toen eenmaal de tempel er stond, werd door de priester in ontvangst genomen. En we hebben het gelezen in onze tekst, die bewoog dat dan voor het aangezicht des Heren. Misschien dat sommigen van u bekend zijn met de fraaie woorden beweegborst en hefschenkel. Nou, niemand reageert. Maar bij het vredeoffer waren de 2 delen voor de priester bestemd. Dat was de borst van dat rund en die werd bewogen en de schenkel werd geheven. De heffen, dat is verticaal en bewegen is horizontaal. Vandaar dat in oudere schriften je kunt lezen over de beweegborst en de hefschenkel. Dat zijn toch echt de verrijkingen van de Nederlandse taal, mag ik wel zeggen. Maar dit werd ook dus bewogen. En dat bewogen betekent eigenlijk, Heere God, dit is voor u. Voordat wij ervan mogen nemen in uw genade, geven wij u eerst dat deel dat u toekomt. De eerstelingsgarven. Dat woord voor garven moet u ook weten, dat is omer, omdat we straks gaan hebben over de omertelling. En omer is het Hebreeuwse woord voor schoof of garven. Die eerstelingsgarven heette de omer reshit. Nou, u weet het eerste woord van de Bijbel, dat is bereshit, in den beginnen. Maar reshit betekent ook dat wat allereerst komt. Het voornaamste, het hoofd van iets. En omer reshit betekent dus de hoofdgarve. Het is de eersteling van de oogst. Wat heeft dat nu te betekenen? Wel, als je het Nieuwe Testament kent, dan ken je de beeldspraak van de eersteling. Nogmaals,
Eersteling betekent dus altijd de eerste vruchten van de oogst. En dat is dus in dit geval de gerstenoogst. In het Nieuwe Testament zie je ten eerste dat de Heer Jezus verschillende keren genoemd wordt de eersteling. Hij is de eersteling uit de doden, daar gaan we straks zelfs nog van zingen. De eersteling uit de doden, zo schrijft Paulus daarover, zo schrijft Johannes erover in het boek Openbaring. En Paulus schrijft er ook over in 1 Korinthe 15. Eerst de eersteling van hen die ontslapen zijn, dat is de Heer Jezus. Hij is dus de eerste van een nieuwe orde, die als het ware door dood en opstanding is heen gegaan. En hij is de eerste van die nieuwe orde. Lazarus en het dochtertje van Jairus en de jongeling daarna zijn allemaal weer gestorven. Dat was nog niet een echte opstanding met een verheerlijkt lichaam. Dat was het allereerste het geval bij de Heer Jezus. Daarom is hij de eersteling. Maar dan staat er even verder in 1 Korinthe 15... dat hij de eersteling is van heel velen die zullen opstaan. Maar dat moet nog gebeuren. Dat is de grote oogst die wordt binnengehaald uit Israël, maar uit alle volkeren van alle die hem toebehoren. En die ook deel krijgen aan dat nieuwe leven uit de opstanding. Leven dat door de dood is heen gegaan. Maar hij is de eerste. Dus als het gaat over eersteling, dan is dat in de eerste plaats altijd de Heer Jezus. Maar in de tweede plaats, en daar gaan we eigenlijk meer zien bij het Pentecost, bij het wekenfeest, ook de gelovigen. Want wij zijn ook eerstelingen. Het is een heel merkwaardig vers in Hebreeën 12, daar wordt gesproken over de gemeente der eerstelingen. Of de gemeente der eerstgeborenen. Maar de eerstgeborene is de zoon die als eerste uit de moederschoot tevoorschijn komt. En dat is parallel met de eerstelingen van de oogst. Die begrippen liggen in elkaars verlengde, de geestelijke betekenis zeker. De hele gemeente van God, het lichaam van Christus, bestaat uit eerstelingen, uit eerstgeborenen. Yom HaBikurim, dat is het feest waar we vanavond over hebben, spreekt dus van Christus als de eersteling van hen die ontslapen zijn. 7 weken later, Pinksteren, en Pinksteren in Handelingen 2 is de geboorte van de Nieuwtestamentische gemeente. Pinksteren, daar is het de gemeente van de eerstgeborenen die daarop volgt. Maar nu is het bijzondere dat hier offers mee verbonden zijn. Je hebt natuurlijk het paaslam. Maar dat wordt al gevierd op de Sederavond, de allereerste feestavond van deze week. Maar bij deze eerstelingsgarven horen we van een brandoffer, een spijsoffer en een plengoffer. Nou, daar wil ik nou niet heel uitvoerig over uitweiden, want dat zijn onderwerpen op zichzelf. Maar het brandoffer is dat wat voor God wel behagelijk is. Dat vind je vooral in Leviticus 1 prachtig beschreven. Het brandoffer werd in zijn geheel opgeofferd op het altaar aan de Heere God. Daar mocht niemand van eten. Het was allemaal voor de Heere God. Het spijsoffer is een niet-bloedig offer. En spreekt dus van de mensheid en van het leven van de Heer Jezus. Dat aan het brandoffer vooraf ging. Er is nooit een brandoffer zonder een spijsoffer. Er is ook nooit een spijsoffer zonder een ander offer. Het spijsoffer spreekt van het leven van de Heer Jezus, dat volmaakt aan God toegewijd was. En dat als het ware de voorbode vormde voor het brandoffer, zijn dood aan het kruis, volkomen tot een welbehagen voor God. En het plengoffer, als ik me goed herinner, horen we daar hier voor het eerst over. Dat is een bepaalde hoeveelheid wijn die voor het aangezicht van God geplengd wordt. Een mooi oud woord. Dat betekent dus uitgieten voor Gods aangezicht. En de wijn is altijd in de Bijbel dat wat het hart van God en mensen verheugt. Dat vindt u in Richteren 9 en in Psalm 104. Dus die drie samen geven een volledig plaatje. Het gaat om zijn reine, zuivere leven als voorbode voor uiteindelijk zijn verzoenende dood aan het kruis. Dat is het brandoffer. En de vreugde die dat met zich meebrengt voor God, maar ook voor het hele volk. Ook voor God, want het is dat wat God en mensen verheugt, zegt Richteren 9. Het is de vreugde die God vindt in het werk van de Heer Jezus, maar ook die wij erin mogen vinden.
Nou, het is heel mooi dat die offers verbonden worden met die eerstelingsgarven. Want als die eerstelingsgarven spreekt van de opstanding van de Heer Jezus, dan is het even belangrijk dat die opstanding natuurlijk ondenkbaar is zonder zijn verzoenende dood aan het kruis. En ook het daarbij behorende volmaakte leven dat de Heer Jezus hier op aarde geleefd heeft. Het is geen zondoffer, dat moet ik er even bij vertellen voor alle duidelijkheid. Bij een zondoffer gaat het vooral om dat wat nodig was om onze zonden van voor Gods aangezicht weg te doen. Brandoffer en zondoffer horen heel vaak bij elkaar. Hier niet, maar wel heel vaak, want ze zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het brandoffer is dat wat voor God nodig was om God zijn eer terug te geven. Het zondoffer is dat wat voor mensen nodig is om hun zonden weg te nemen. Dat staat hier niet op de voorgrond. Wat hier op de voorgrond staat, dat zou je kunnen uitdrukken met de woorden van de Heer Jezus zelf, Johannes 10. Ik heb macht mijn leven af te leggen. Dat heeft hij in het brandoffer gedaan. En ik heb macht het weer terug te nemen. Dat heeft hij in de opstanding gedaan. En dan zegt hij erbij, dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Het was al tot vreugde van de vader, tot welgevallen voor hem. En zo was het ook in de dag van de opstanding. De Heer Jezus als mens is opgewekt door God. De Heer Jezus als God, God de Zoon, is in eigen kracht opgestaan. En zoals we dat zingen in een oud lied. Hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Een of ander onverlaat heeft daarvan gemaakt. Hij rees uit het graf door vaders kracht. Waardoor de hele boodschap van het gezang teloor gaat. Ik weet het niet. Een of ander onnadenkend iemand heeft dat gedaan. En zo schijnt het tegenwoordig gezongen te moeten worden. En die oude versie is nou juist zo bijzonder. Dat hele stuk, hij rees uit het graf uit eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. Dat verklaart waarom hij in eigen kracht uit de dood mocht opstaan. Het gaat helemaal vanuit. Volledig onnadenkend is die verandering doorgevoerd. Maar goed, er zijn ergere dingen in de wereld. Het is een mooi beeld, nietwaar? De Heer Jezus die opstaat uit de dood, zoals na een hele winter, in het voorjaar, in de lentemaand, dan voor het eerst de gerst rijp wordt. We krijgen daarna de tarwe, heb ik u al gezegd. En met het loofhuttenfeest is er sprake van dat ook de druivenoogst binnen is en de olijvenoogst binnen. Dan heb je het totale oogstfeest, want dan is de hele oogst binnen. Dan heb je een echte dankweek voor het gewas. Dit is het begin, dit is nou echt de eersteling. Want de gerstenoogst is ook nog eens de eerste van alle oogsten. Israël moest er dus ook altijd goed op letten dat die lentemaand echt in de lente viel. Want ze hadden een maanjaar, elke maand begint met nieuwe maan. En dat betekent, na 12 maandjaren kom je nog 11 dagen tekort. Dus na 3 jaar dan moet je een extra maand inlassen om ervoor te zorgen dat het wel keurig in de lente blijft natuurlijk. Want het is een afgang als de gerst helemaal niet rijp zou zijn. Nee, dat komt helemaal voor elkaar. En bijzonder dat dat nou juist gebeuren moet in de paasweek. Want ook het paasfeest zelf, hebben we gezien, herinnert ons aan het werk van de Heer Jezus om zijn volk te verlossen uit de macht van de slavernij. En in die week hebben we ook dat beeld van de opstanding. Zoveel beelden van de opstanding hebben we eigenlijk niet in de wetten van Mozes, maar dit is er dan één van. Maar er is verschil van mening over de vraag, wanneer dat nou precies moet gebeuren, dat binnenbrengen van die oogst, van die garven, die eerstelingsgarven van de gerstenoogst. Het orthodoxe jodendom zegt, kijk, er staat hier heel duidelijk, het moet gebeuren, vers 15, vanaf de dag na de Sabbat. En dat betekent, dat staat al in vers 11 trouwens, die Sabbat, dat moet de eerste dag van Matzot zijn. Dat is dus de 15e van de maand Nisan, zoals we dat tegenwoordig noemen. Het voordeel daarvan is dat die eerstelingsgarven elk jaar op dezelfde datum wordt binnengehaald. En een ander voordeel is dat als je dus 7 weken doortelt, kom je altijd uit op precies dezelfde datum. Er is enige andere verschuiving, want de ene keer duurt die maand 29 dagen en 30 dagen. Voor alle zekerheid hebben er bijna dus 2 dagen voor het Pinksterfeest uitgetrokken. De 6e en de 7e maand van de maand Sivan en alles is weer in orde. Maar toch is deze
traditie een beetje merkwaardig. Waarom zou die Sabbat nou de eerste dag van de Paasweek moeten zijn? Vandaar dat de Sadduceeën, dan moet je niet meteen zo negatief kijken, want die Sadduceeën waren in zekere zin orthodoxer dan de Farizeeën, maar dat ga ik nog maar even niet uitleggen. Maar ook de Karaïten, dat waren later de Joden die eigenlijk niks van al die rabbijnse toevoegingen moesten hebben en zich, waren een beetje protestanten eigenlijk. Die wilden zich alleen houden aan de wetten van Mozes en niet aan alles wat erbij gevoegd was. En dat is met heel veel Messiaanse Joden ook zo. Die zeggen, nee, die Sabbat is de gewone Sabbat. In een week is altijd een Sabbat. Dit is gewoon de letterlijke Sabbat die in die week viel. En die kan toevallig wel eens samenvallen met die eerste dag van Matzot. Maar het is de gewone Sabbat. En dat heeft ook weer een voordeel. Want dat betekent dat de eersteling scharven werd binnengehaald op zondag. Want de dag na de zaterdag is de zondag. En als je dan 7 weken erbij optelt, kom je precies bij Paas, Pinksterfeest uit. En dat valt dan ook elk jaar op een zondag. In elk geval was dat zo in het jaar dat de Heer Jezus daadwerkelijk gestorven is. Op Goede Vrijdag, kom me straks niet vertellen dat u het allemaal anders uitgerekend hebt. Ik ben immuun daarvoor. Het was op Goede Vrijdag. Ik wil nog wel even op de tafel slaan om mijn kracht bij te zetten. Daarna Stille Zaterdag en op zondag was het op Paasochtend is de Heer Jezus opgestaan. En dat betekent dus ook 7 weken later was het op zondag dat de Heilige Geest werd uitgestort. Want dat was op het Pinksterfeest. Dus beide opvattingen, die laten we maar naast elkaar bestaan, maar in het algemeen sympathiseer ik eigenlijk wel met die tweede, die ook door de Messiaanse Joden in acht wordt genomen. Het is de gewone Sabbat van de Paasweek. In de dag van de Heer Jezus was het bijzonder, want Goede Vrijdag. Dat betekent dat op Stille Zaterdag, dat was dus de zaterdag van de Paasweek, maar die viel dus ook samen met de gewone zaterdag. Met die eerste dag van Matzot, moet ik zeggen. Dus daarom staat er ook in het Johannesevangelie, de dag van die Sabbat was groot. Want er zaten een paar Sabbatten als het ware in verenigd. Dat zou kunnen. Laat maar zitten. Maakt verder niet veel uit. Maar ik heb het altijd mooi gevonden dat de Heer Jezus op de dag van Pasen gestorven is. Maar dat hij ook precies op de dag van de eerstelingsgarven op zondag is opgestaan uit de dood. En ook dat de Heilige Geest op zondag is uitgestort. De zondag is niet de Sabbat, wat men er ook over mogen zeggen. Maar de zondag is wel bijzonder. En daar laten we het verder maar bij. Daar hebben we bij eerdere gelegenheden al uitvoerig met elkaar. Trouwens, de eerste avond van deze serie ook al uitvoerig over gesproken. Er is nog wat over die gerst en die tarwe. Want het is wel heel bijzonder dat in het Johannesevangelie, niet in de andere evangeliën, maar alleen in het Johannesevangelie, eenmaal van de gerst en eenmaal van de tarwe wordt gesproken. Dat is de eerste keer in Johannes 6, bij de vermenigvuldiging van de broden, de spijziging van de 5000, zoals we dat noemen. Het staat in geen enkel andere evangelie, maar daar staat dat het gerstenbroden waren. En dat is daarom zo bijzonder, omdat Johannes 6 juist zo bijzonder vaak spreekt over de opstanding. Niet alleen maar dat mensen zich moeten voeden met zijn vlees en met zijn bloed. Dat betekent figuurlijk dat ze tot geloof komen en het eeuwige leven ontvangen. Maar ook, ik geloof dat het er 4 keer staat, en ik zal zo iemand opwekken op de laatste dag. Ten laatste dag. En dat is heel bijzonder. Waarom zou erbij moeten staan dat die broodjes die daar rondgedeeld werden en vermenigvuldigd werden, dat het gerstenbroden waren? En ik vind dat dus heel bijzonder dat juist in dat hoofdstuk zoveel gesproken wordt over de opstanding. En de tweede keer is net zo bijzonder. Dat is in Johannes 12, dat is waarschijnlijk wat meer bekend, waar de Heer Jezus zegt, als de tarwekorrel, of het tarwegraan, afhankelijk van uw vertaling, niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Dat wil zeggen, je kunt het op je nachtkastje zetten, op een schoteltje, en daar blijven kijken, maar het zal nooit ontkiemen. Het moet in de aarde vallen. En als het dat in de aarde valt, dan brengt het veel vrucht voort. En die vele vrucht betekent dat als de Heer Jezus opstaat uit de doden, hij niet alleen is, maar hij uiteindelijk verbonden wordt
door zijn dood en opstanding heen met een grote, grote schaar. En dat is nu juist precies waar het Pinksterfeest over spreekt. Het feest waar we denken aan de stichting van de Nieuwtestamentische gemeente. Heel bijzonder. Dus ik wilde u dat niet onthouden. Die dingen horen bij elkaar. En dan die omertelling. Ja, ik moet u toch even, ik heb het bedacht, toch een ding over Rut vertellen. Want het klonk half schertsend, maar het is natuurlijk toch wel heel belangrijk. Ik heb dat ooit wel eens gehoord ook, Rut 2, als Rut gaat aren lezen achter de maaiers, een beetje modern westers romantisch kunnen opvatten. Zo van, hoe kregen die twee elkaar? Boas en Rut, die daar 7 weken lang samen geluncht hebben zonder dat het grote woord eruit kwam. Zodat ze tot drastischere maatregelen moesten overgaan. Maar daar gaat het boek natuurlijk niet over. Men noemt dat wel eens een keer een soort landbouwidylle. Maar het gaat helemaal niet om een idylle. Dat is een typisch westerse inlegkunde. Waar het om gaat is het erfdeel. Het gaat om het land. Er moet een nakomeling komen. Dat is nou echt trouwen om kinderen te krijgen. Er moet een nakomeling komen, een zoon die in plaats van de gestorven Machlon, het erfdeel dat Machlon heeft moeten verkopen, weer kan terugverwerven. En het erfdeel in bezit kan nemen. Het gaat om rechten. En niet van hoe kunnen we deze jonge weduwe alsnog aan de man krijgen. En ik vind het bijzonder bij die omertelling. Ik zal u eerst uitleggen wat die omertelling is, voordat ik weer bij Rut terugkom. Want als ik Rut vergeet, moet u me daar straks maar aan herinneren. Wat is nou die omertelling? Er staat heel uitdrukkelijk, er moet geteld worden. Vers 15, u moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken tot aan de 50ste. Wij zouden zeggen na 49 dagen, maar zo werkt het niet. De eerste dag telt ook mee. Dus je kijkt uiteindelijk 50 dagen. Vandaar de 50ste dag, Pentecoste, dat heet dus Pinkster, de 50ste dag. En dat tellen doet Israël heel letterlijk. Als er 1 dag voorbij is, dan zeg je, het is 1 dag. Vandaag is het 1 dag van de omer. Dat wil zeggen, 1 dag is verstreken sinds dat we de omer hebben aangeboden aan de Heere God. En dan 2 dagen, 3 dagen. En als het 1 week is, dan zeg je, vandaag is het 1 week in de omertelling. En daarna 1 week en 1 dag, 1 week en 2 dagen, enzovoort, enzovoort. Heel plechtig. En als je dat misschien wel eens in een synagoge of in een Messiaanse gemeente hebt meegemaakt, dan gebeurt dat ook. Vandaag is het de zoveelste dag. De zoveelste dag. Wij tellen onze dagen. En iedereen die een beetje thuis is in de Bijbel, die denkt dan aan Psalm 90. Waar Mozes zegt tegen de Heer God, leer ons zo onze dagen tellen. En dat betekent niet dat als je ouder wordt, dat je moet narekenen hoeveel dagen je misschien nog over hebt. Of dat, daar gaat het helemaal niet om. Psalm 90 is een gebed van Mozes. In de woestijn. Waar het volk te horen heeft gekregen dat allen die 20 jaar of daarboven waren, zouden omkomen in de woestijn. Alleen de kinderen zouden uiteindelijk, als ze lang volwassen waren geworden, het beloofde land bereiken. Dat wist je dus als die 40 jaren bijna ten einde zijn. Dan wist je, ik heb niet lang meer te leven. Want ook mijn lot zal zijn dat ik zal sterven in de woestijn. Vandaar dat Mozes ook zegt, nou, misschien ben je 70. En als je een beetje geluk hebt, misschien wel 80 jaar. Maar dan heb je het ook wel gehad. Want 1 ding weet je heel zeker. Als we aankomen in het beloofde land, zal ik er niet meer bij zijn. Zo tel je je dagen. En dat is dus helemaal geen optimistisch tellen. Je telt af hoeveel dagen je eventueel nog hebt, want je gaat het langzamerhand wel vermoeden. Het zal wel 40 jaar worden, zo'n mooi getal ook. Het zal wel 40 jaar worden, dan heb ik nog 3 jaar, nog 2 jaar, nog 1 jaar. Leer ons zo onze dagen te. Het merkwaardige is dat de omertelling ook een beetje een treurig kantje heeft gekregen. En dat kwam uit de dagen van Rabbi Akiva. Precies in die 7 weken vond er een ernstige plaag onder zijn leerlingen plaats, waardoor heel velen van hen waren gestorven. Het was een echte epidemie. En dat duurde tot de 33ste dag van de telling.
En aangezien de orthodoxen dus precies weten op welke dagen die dagen vallen, is dit dan de 18e van de maand Iyar. Dat is de 33e dag. In het Hebreeuws is 33 lag. De L betekent 30, de G betekent 3, 33. Lag bij Omer, dat betekent de 33e dag in de Omer was de dag waarop de epidemie voorbij was. Dat is zo'n beetje de enige dag die dan ook een beetje vrolijker is. Maar voor de rest is die Omertelling heeft ook door die traditie en ook door allerlei andere gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden in het verleden een steeds droeviger periode geworden. Ook in de tijden van de kruistochten zijn de Israëlieten, de Joden in Europa, verschrikkelijk vervolgd. En heel veel van die vervolgingen vonden nou juist plaats in deze periode. Of dat samenhing met het christelijk Goede Vrijdag en Paasfeest, dat zou ik nou niet durven zeggen. Maar in elk geval, het is een periode vol droevige herinneringen. En dat is eigenlijk merkwaardig. Want wij kunnen die oproep ook ter harte nemen. Onze dagen te tellen. Maar als wij gaan tellen van Pasen naar Pinksteren, dan denken wij aan Handelingen 1. En dan is het een heel positief tellen. Het heeft 40 dagen geduurd. Toen is de Heer Jezus ten hemel gevaren. En toen bleven er nog 10 dagen over. En toen hebben de Israëlieten, die discipelen ook natuurlijk al lang vermoed waar het heen ging. Het zal wel Pinksteren worden en dat was het ook. 10 dagen, ze hebben ook hun dagen geteld. En ze zeiden elke dag tegen elkaar, het is de 47e dag, de 48e dag, 49. Morgen is het zondag. Let op mijn woorden, het gaat vast morgen gebeuren. En zo was het ook. Ze waren er bij elkaar in die opperzaal in Handeling 1. En ze waren bij elkaar in gespannen verwachting. Ze konden werkelijk zingen, vol verwachting klopt ons hart. Vanwege de dingen die zouden gaan gebeuren. Ze waren in gebed bij elkaar. En ze hebben in die tussentijd eigenlijk alleen maar Matthias aangesteld. Ter vervanging van Judas. Dat is de enige activiteit die voor de periode beschreven wordt. Maar hoe doet ook niet toe. Ze hebben uitgekeken naar wat juist eigenlijk heel blij zou moeten zijn. En dat vind ik belangrijk. Nee, wacht even, dan ga ik mijn belofte invullen voordat jullie me eraan straks moeten herinneren. En ik wil toch even naar Rut toe. Rut heeft ook haar dagen geteld. Ze stond in haar recht. Maar u weet, dat is niet zo makkelijk met het recht. Als je wel eens kijkt naar processen en wat voor factoren er allemaal bij een rol spelen de laatste tijden, verschillende van dat soort twijfelachtige processen gehad. Twijfelachtig omdat er wel dit uitgekomen is, maar er had net zo goed dat uit kunnen komen. Het hangt er maar vanaf welke regels je in de wet laat prevaleren. Zo is hier ook. Ik probeer me even te verplaatsen in Boas. Die is ook met de omertelling bezig van Pasen naar Pinksteren. Hij verheugt zich daarop. Want met Pinksteren dan komt de tarweoogst. En dat is natuurlijk toch voor een boer ontzettend belangrijk. Als dan de hele oogst is binnengehaald, dat is dan toch zijn salaris weer voor een heel jaar. En we zien ook in hoofdstuk 3 dat hij zich daar uitstrekt vol vreugde op de dorsvloer om zijn eigen oogst te bewaken die daar uitgeklopt is. Maar toch met vreugde staat erbij. En dan is er elke dag die jonge vrouw, een Moabitische. Nou, weet u, dat is met ons vandaag ook zo. Elke ketter heeft zijn letter. En iedereen heeft een handig vermogen erin, heel veel christenen, om die teksten uit de Bijbel te halen die hun in de kraam te pas komen. En als hij werkelijk een Israëliet was in wie geen bedrog was, dan kan ik me voorstellen dat hij danig in de maag zat met die tekst uit Deuteronomium. Van de Moabieten tot in het 10e geslacht. En zij was geslacht nummer 1. Mogen niet in de gemeente des Heren komen. Dus hoe aardig die jonge vrouw ook was. En hoe vriendelijk ze ook hem verzorgde tijdens de lunch. En hem een natje en droogje voorzag. Hij trapte er niet in. Weet u waarom het belangrijk is? Maar dat ga ik u de volgende keer pas vertellen. Is dat omdat Pinksterfeest natuurlijk in de diaspora, in de verstrooiing, toen ze al lang geen landbouw meer konden beoefenen, een nieuwe betekenis heeft gekregen. Dat ga ik u dan uitleggen. Namelijk het feest van de wetgeving. Dat is het feest van de wet.
Je zou kunnen noemen de vreugde der wet, hoewel dat een heel andere feestdag is. Maar toch heeft ermee te maken de vreugde dat God ons zijn wetten gegeven heeft. En als je van de Heere God houdt, dan hou je ook van zijn wetten. Hoe lief heb ik uw wet. Je leest wel 6, 7 keer in Psalm 119 van de liefde die de getrouwe, vrome Israëliet heeft voor de geboden van de Heer. Want hij weet, de Heer houdt van ons en hij geeft ons goede geboden, die zijn tot ons welzijn. Maar ja, soms keert die wet zich tegen je. Hij weet dat Rut de weduwe is van Mahlon. En dat hij dus eigenlijk Rut zou moeten trouwen. Want er is nog een andere wet. Dat is het zwagerhuwelijk. En dat betekent als een vrouw weduwe is geworden zonder kinderen, dan moet jij die vrouw erbij nemen en een zoon uit haar verwekken die dan die erfenis in bezit kan nemen. Heb u dat wel eens meegemaakt in uw leven? Dat u heen en weer geslingerd werd tussen twee schriftgedeelten? En dat u niet wist welke van die twee u moest kiezen? U koos er misschien één uit die het best in de kraam te pas kwam, maar u voelde zich daar niet goed bij. Als u ook zo'n Israëliet was in wie geen bedrog is. Dus niks te edillen. Hier gaat hier om diep theologische kwesties. Kan je wel trouwen met een Moabitus? Ja, maar het zwagerhuwelijk. Ja, het zwagerhuwelijk. Klopt. Maar er is ook de wet dat je geen Moabitische mag trouwen. Daarom is dat boek zo waanzinnig populair. Dat mag ik wel even zeggen. Niet vanwege die idylle, dat moet je helemaal vergeten. Maar omdat deze vrouw, ik zou bijna zeggen, het recht in eigen hand neemt, Rut. Maar dat klinkt nou juist helemaal niet goed, want dat betekent negatief. Dat moet je juist niet doen. We krijgen altijd te horen, je moet niet het recht in eigen hand nemen. Of je nou in Dokkum woont en Zwarte Pieter het bestrijders wil tegenhouden. Je moet niet het recht in eigen hand nemen. Dat doe je niet. Maar zij doet het wel. Dat vind ik zo mooi. Ik kan bijna niet wachten om u dat in januari te mogen uiteenzetten. Terug naar de Omertelling. Er zit nog een ander stuk tragiek in. En dat is, ik zei het u al, als Israël in het Babylonische ballingschap is, nou ja, dat is dan nog te overzien. Na 70 jaar mochten ze weer terug. Maar sinds het jaar 70 hebben al die feesten toch een andere kleur gekregen. Pasen kun je altijd wel vieren. Eersteling scharven, vergeet het. Pinksterfeest is gered door er een andere betekenis aan te geven. Hoe Israël dat klaar kreeg, gaan we de volgende keer horen. Door het feest van de wetgeving te maken. Dus Pinksteren, het wekenfeest, Shavuot, is het feest van de wetgeving van God aan zijn volk. God heeft ons zijn wet geschonken. Nou, daardoor kun je het redden. En Sukkot, het loofhuttenfeest, dat is zo mooi, dat wil je ook niet kwijt. Ook al is er geen oogst, geen druivenoogst, geen olijvenoogst. Er zijn genoeg redenen om het toch te vieren. Maar die Omertelling, tot aan die grote oogst. Is er voor Israël nog wel een oogst? Is er nog wel vooruitzicht eigenlijk? Het is heel bijzonder dat het Johannes-evangelie eindigt ook met een oogst, maar dit keer niet van het land, maar uit de wateren. Die visvangst van Johannes 21. Helemaal aan het eind van het evangelie, na de opstanding van de Heer Jezus, komt er nog een extra hoofdstuk. Dat heb je in de andere evangelie niet, het laatste hoofdstuk, ook het hoofdstuk van de opstanding. Maar hier komt er nog een extra hoofdstuk. Want 7 discipelen, die kunnen niet langer wachten en die zeggen, Petrus zegt, ik ga vissen en de anderen gaan met hem mee. En dat is heel betekenisvol, want ze brengen daar exact 153 vissen binnen. Nou, daar zou ik ook een avondje over kunnen praten. Al was het alleen al over de wonderbaarlijke mathematische eigenschappen van het wonderlijke getal 153. En ik zou u kunnen vertellen dat de hele oogst in dat getal zit opgesloten. 153, maar verder zeg ik niks, want dan gaat u zitten rekenen, sommige wiskundige genieën onder u. 153 is de som van de getallen 1 tot en met 17. Dus 1 plus 2 plus 3 plus 4 enzovoort. En dan kom je op 153. En dat is nog maar één van de bijzondere eigenschappen. Het is dus een getal van een bepaalde volheid. Het is het getal van de grote oogst. De eersteling in Johannes 20. De grote oogst uiteindelijk in Johannes 21. Maar in het boek Handelingen heb je datzelfde. Pinksteren is de dag van de stichting van de gemeente. Is de dag van het begin van de oogst. Van de tarweoogst in dit geval. Maar dan begint de telling.
En die telling voor christenen zou eigenlijk heel optimistisch moeten zijn. Elke dag brengt ons dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is heel optimistisch. Je kunt zeggen wat je wil, het kan nog heel lang duren. Maar één ding is zeker, we zijn dichter bij de wederkomst dan we gisteren waren. Ik heb in mijn jeugd een preek gehoord over de schipbreuk in Handelingen 27. Toen ze daar in het pikkiedonker elke keer het dieplood uitwierpen. En die prediker die zei, in de 19e eeuw wierpen wij het dieplood uit en we zeiden, hé, nog maar 20 vademen. Dat betekent dat ze kwamen in de buurt van land. De zee was een stuk ondieper geworden. Nu moesten ze zo uitkijken. En na een tijdje hebben ze weer het dieplood uitgegooid. En toen was het 15 vademen. En die prediker die zei, dat is dus, moet je even nagaan, hè, zo'n 50 jaar geleden. Ik ben al heel oud, dus dat kan ik nou zeggen. Toen zei die prediker, in de 19e eeuw was er nog 20 vademen. In onze tijd is het nog maar 15 vademen. En dan dacht ik wel eens later, en nu, als die broeder nou nog geleefd had, die veel voor mij betekend heeft als leermeester in de schrift, hoeveel zou die nu gemeten hebben? We zijn er dichtbij. Ons tellen heeft iets optimistisch. Maar hoe is dat met Israël? De opstanding van de Heer Jezus is ook het begin van het grote herstel uiteindelijk van Israël. Maar valt er veel te jubelen? In de eerste plaats 40 dagen, 50 dagen, dat is nogal af te zien. Maar het duurt nu al, sinds de verwoesting van Jeruzalem, meer dan 700.000 dagen. Ik heb het even voor u nagerekend. Ze blijven maar tellen. Ze blijven maar tellen. En er zit een soort onverwoestbaar optimisme in. Elke keer met Pesach zegt men volgend jaar Jeruzalem. Niet zoals heel veel christenen doen, oh die wederkomst van Christus kan nog wel 1000 jaar duren. Ze bedoelen gewoon, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Ze schuiven dat weg uit hun denken, het speelt geen enkele rol. Ze zijn orthodox en zeggen van waar is al wederkomen de oordelen, het leven en de doden, maar het speelt verder geen enkele rol. Dan heb ik liever die Israëlieten die zeggen volgend jaar in Jeruzalem. Het kan zijn dat we ons vergissen, maar in principe gaan we ervan uit volgend jaar in Jeruzalem. En als je in Jeruzalem woont en je viert Pesach, dan zeg je volgend jaar in de herbouwde tempel. Zo tel je. Maar als je 33 dagen van de omer hebt gehad, dan weet je het duurt nog exact 17 dagen. Israël telt in het donker. Het kan morgen voorbij zijn. Of uiterlijk over een jaar. Dat is enorm optimistisch en tegelijkertijd zit er zoiets wrangs aan. Want hoe vaak heeft Israël dat niet gezegd onder de zwaarste vervolgingen en verdrukkingen? Ze hebben hun dagen leren tellen. En vanuit de nood geschreeuwd, Heere God, kom toch. Nou, dat is dezelfde kreet van Psalm 90. We lezen die vaak met Oudejaarsavond, maar je zou die vaak moeten lezen. Vooral die kreet, o Heere, hoe lang nog? In je psalm 90, o Heere, hoe lang nog? Dat is een psalm die zegt, leer ons zo onze dagen tellen, hoe lang nog? En als het je allemaal redelijk goed gaat, dan zeg je net als het gedicht van Okkejager, ach hier, blijf nog maar even weg, want ik wil toch eerst nog wel graag trouwen en dan wil ik nog wel graag mijn kinderen krijgen en ik wil ook wel graag mijn kleinkinderen zien opgroeien, et cetera, et cetera. Die hier kan dus nooit komen. Maar als je in de zwaarste nood bent, de gelovigen in Noord-Korea, die hoor je dat al zeggen, o Heere, hoe lang nog, hoe lang nog. Die tellen hun dagen, bijna met de moed der wanhoop. Het duurt zo lang. En als het eenmaal zover is, want ja, ik weet niet of dat een troostvolle tekst is, maar Psalm 90 zegt ook dat bij de Heere 1000 jaar is als 1 dag. Met andere woorden, als we 1000 jaar geteld hebben, ik weet niet hoeveel dat is voor hoog, maar een heleboel, ja dat is heel makkelijk natuurlijk, dat is 365.000, natuurlijk heel simpel eigenlijk. Als er 1000 jaar voorbij is, dan zegt de Heere God, oh, het is pas 1 dag joh, het is pas 1 dag. Hosea 6, daar zegt Israël, 2 dagen lang
Hebben we het zwaar gehad met de derde dag, dan komt het goed. Ja, dat kan alleen als, net als bij de Heere, 1000 jaar is als 1 dag. Er zijn bijna 2000 jaar voor Israël voorbij. Bijna 2000 jaar voorbij. Het is voor de Heere God maar 2 dagen. Maar wij hier op aarde met Israël mee zuchten, o Heere, hoe lang nog? Als we kijken naar alles wat er in deze wereld gebeurd is, dan zuchten we mee. En als het eenmaal goed zover is, ik lees u tenslotte voor uit Jesaja 54. Daar spreekt de Heer over het herstel van Israël, waarbij haar vergelijkt met een bruid. Eigenlijk een vrouw met wie hij al heel lang getrouwd is geweest, maar een vrouw die hem ontrouw is geworden. Het is heel droevig. Die horen tot de droevigste delen, weemoedigste delen van de profetie. Daar waar de Heer God spreekt over Israël als zijn vrouw, zijn bruid, die hem ontrouw is geworden, achter andere mannen is aangelopen. En die hij heeft moeten verstoten voor een tijdje. En als ze dan tenslotte weer als vrouw wordt aangenomen, wat natuurlijk de vervangingstheologen niet willen hebben, die willen dat het altijd zo blijft. En die hebben zichzelf als bruid naar voren geschoven. Als het dan tenslotte goed komt in Jesaja 54, dan lezen we dat de Heere zegt, een kort ogenblik heb ik u verlaten. Een kort ogenblik heb ik u verlaten. Maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser, de Heere. En dan zijn we weer terug bij de taal van het boek Rut. Het tweede deel van het boek Jesaja, daar staat vaak in onze vertalingen verlosser, maar het is het woord goel. Losser. Dat is een vakterm, het is niet het gewone woord voor verlossen. Het is het woord goel. En dat is de grote vraag in het boek Rut. Wie is de losser? Zal de losser voor mij willen inspringen? En de eerste, degene die het meest in aanmerking komt, die kan het niet. Die wil het niet. Soms niet makkelijk te zien hoor. Bij die man is het niet makkelijk te zien of hij nou eigenlijk niet wil of dat hij niet kan. Hij zegt ik kan niet, maar hij bedoelt vaak net als wij en onze kinderen, ik wil niet. Hij is de eerste, maar hij kan niet lossen. De wet zal ons eigenlijk de weg naar het koninkrijk Gods moeten wijzen, maar de wet kan ons niet lossen. Die kan niks voor je doen als je eenmaal een gevallen zondaar bent. En dan komt Boas. Maar Boas komt pas. Dat is geen onwil, dat is als je het weer als een idylle gaat zien en omheen gaat fantaseren. Boas komt pas als losser tevoorschijn. Als Rut leert om te smeken aan zijn voeten. En zich onder de schaduw van zijn vleugelen te verbergen. Rut 3. Ik heb volgende keer niks meer te doen, want ik heb alles al verteld zo'n beetje. Rut 3. Als ze onder zijn schaduw komt schuilen. En zo zal het met Israël zijn. Er is geen herstel voor Israël. Ja, van Gods kant natuurlijk. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Maar dat kan toch niet zonder bekering en wedergeboorte. Dat kan niet zonder dat Israël zich verootmoedigt voor de Heere God. Het gaat niet zomaar. Daarom zegt hij in Ezechiël 36. Ik zal het steenhart uit jullie wegnemen. Ik zal een rein water over jullie sprengen. Jullie zullen gereinigd worden. Ik zal jullie mijn heilige geest geven. Maar van Israël is het bekering en wedergeboorte. Verootmoediging over hun zonde. Een paar hoofdstukken verder in Jesaja zegt de Heere God, ik woon in de hoge hemel, maar ik woon ook bij degene die van een verbrijzeld gemoed is. Bij de mensen die in de laagste plaats innemen, in de belijdenis van hun schuld en hun zonde. Als ze zo, als een ontrouwe echtgenote tot de Heere terugkeert met belijdenis van haar zonden, dan neemt hij haar weer aan. Een van de ontroerendste gedeelten, Jesaja 54. Maar met die merkwaardige woorden. Een kort ogenblik. Zij heeft 700.000 dagen geteld. Ze blijft maar tellen en ze telt nog steeds. En als het straks verlost is, dan zal hij zeggen, het was maar kort. Maar tegenover die korte tijd staat mijn eeuwige goedertierenheid. God zegene zijn woorden.